Robin Paul Weijers, Mr. Domino, maakte van zijn domino-passie zijn bedrijf, eigenlijk zijn levensstijl. Wekenlang gaf hij leiding aan de bouwers en nu een paar dagen voor D-Day mochten wij met hem even een kijkje nemen in de zwaar beveiligde hal waar de camerarepetities in volle gang waren en de laatste stenen werden neergezet. Domino blijft natuurlijk altijd spannend, tot aan het laatste steentje aan toe. Maar op dit moment, we hebben wat tegenslagen gehad. We lagen wat achter op schema, hebben het inmiddels ingelopen. En het gaat op zich op dit moment hartstikke goed. Jullie willen 4,5 miljoen steentjes laten omvallen, georganiseerd omvallen. Waar houdt dat een keer op? Nou, ja, dat houdt op bij creativiteit. Op het moment dat je geen creativiteit meer hebt en niet meer weet wat je zou moeten doen met die dominostenen, ja, dan wordt het moeilijk. Maar voorlopig, wij zoeken nog zo graag naar nieuwe creatieve oplossingen. We zoeken er graag de grenzen op in domino. En zo zoeken we iedere keer weer verder. En daar houdt het ergens op, als we uitgezocht zijn. Ja. Hoe zit het met de concurrentie tegenwoordig over de wereld? Ja, de wereldcompetitie is eigenlijk een beetje uitgestorven. In 1999 en 2000 hebben de Japanners en de Chinezen ons nog laten zien dat zij dit ook konden. En toen hebben zij onze records verbroken. Maar sinds 2001 horen we niks meer van ze, zien we niks meer van ze. En verbreken wij ons eigen record, ja, beetje bij beetje. Ja. Hoeveel mensen kijken nou naar zo'n uitzendavond aanstaande vrijdag? Nou, aanstaande vrijdag weet ik het nog niet, maar afgelopen jaar keken er meer dan 85 miljoen mensen in meer dan 11 Europese landen tot aan de derde tijdzone in Rusland. Dus echt heel, heel veel mensen. Wat betekent dat voor jou persoonlijk? Want je bent Mr. Domino geworden zo langzamerhand. Leef jij met domino? Ja, in deze weken natuurlijk. Maar ja, ik heb een bedrijf en dat is gebaseerd op het domino-effect en dan de communicatiemogelijkheden daarmee. En we maken dus ook commercials met domino, we maken live shows met domino, we doen teambuildings met domino, management trainingen. Ons bedrijf, en dat bestaat inmiddels uit 17 mensen, is domino. En ja, daar ben ik natuurlijk door 20 jaar domino te doen ook een beetje. We kwamen net door een luchtsluis als veiligheidsmaatregel. Welke maatregelen nemen jullie om te zorgen dat het allemaal goed gaat? Nou, de allerbelangrijkste zijn die hele kleine poortjes, die noemen wij slagbomen, die in het veld staan. En daar zijn er 600 van en die staan nu allemaal dicht. En die zorgen er in ieder geval voor dat als er nu iemand een foutje maakt, dat alleen een stuk daar fout loopt, maar niet het volgende project en dat niet alles af kan gaan. De allerbelangrijkste maatregel is die slagboom, waarmee we dus zorgen dat we pas op Domino Day om 9 uur 's avonds alle poortjes open hebben staan, het door kunnen laten gaan. En geen minuut daarvoor. Hoeveel manuren zitten er in zo'n uitzending? Zo heb ik het nog nooit berekend, moet ik zeggen. Maar het zijn er wel heel veel. Kleine zelfstandigen, dat krijg je dan. Ja. Nou, alleen al even na te denken dat we met 85 bouwers 8 weken lang aan het bouwen zijn. Rekent u maar uit. Wij lopen met 15 coaches om die mensen aan te sturen. Dus dat zijn al 100 mensen die 8 weken lang alleen al om het daadwerkelijk domino-stenen op te bouwen. Daarnaast hebben we natuurlijk die cameraploegen, onze ontwerptijd. We beginnen in februari al met het uitdenken en het uittekenen, het ontwerpen, het met de computer uitwerken, het maken van de stenen, alles en op. Dat is natuurlijk een ontzettende hoeveelheid werk. Wanneer is de avond geslaagd, vrijdag? De avond is geslaagd als de kijker op het puntje van zijn stoel zit en zegt, hoe is dat nou mogelijk dat ze dat met domino weer kunnen? Of wat hebben ze toch een prachtig verhaal verteld? Wat zag ik daar voor iets leuks? Of wat hebben mijn kinderen genoten? Dan is voor mij de avond geslaagd.